mag ik een warm welkom voor Raja Elmohandis. Zij zal dit gaan doen. Oké. Ja. Goedemorgen. Slapen jullie allemaal nog? Goedemorgen. Ik kom helemaal uit Rotterdam. En ik vind het geweldig dat ik hier vandaag bij jullie mag zijn in Utrecht. Dit is de stad die voor mij heel veel betekend heeft. En dat zullen jullie straks horen in mijn college. Het is ook de stad waar ik gestudeerd heb. Dus hier in Utrecht, daar heb ik vanaf mijn 15 een hele bijzondere band mee gehad. Nou, waar ik het met jullie over wil hebben tijdens dit vrijheidscollege is over hoop. Over verbeeldingskracht, over radicaliteit en over de vrijheid die vrouwen mogen innemen om te worden wie of wat ze willen zijn. En daarnaast wil ik vanuit mijn rol als kunstenaar ook het belang van artistieke vrijheid benadrukken. Van zowel de individualistische westerse waarden als het collectieve oosterse denken. Nou, dat is een mond vol. Maar daar hebben we een half uur de tijd voor. Deze hele mooie beelden die je ziet, het zijn kunstwerken van een fotografe die ik heel erg bewonder, Elspeth Diederix. Dus google haar, volg haar, ga haar kunst bewonderen. En je zult veel van deze beelden zien in mijn college, Elspeth Diederix. De metafoor die ik zal gebruiken in mijn verhaal is de tuin. De tuin als metafoor symboliseert voor mij onze maatschappij, haar culturele identiteit, haar diversiteit en het ecosysteem van Nederland, van de wereld en in het klein het ecosysteem van een school, van een mbo, van een college of de wereld om je heen. En het symboliseert ook de chaos, de orde, de inclusie en de energie van onze samenleving. Albert Einstein zei: Verbeelding is krachtiger dan kennis. Verbeelding omvat de wereld. Dat is een mooie quote, maar wat bedoelt hij daarmee? Als je deze quote ziet, wie wil daar iets over zeggen? Ja. Omdat verbeelding je dan uitdaagt om verder te kijken. Dat je out of the box te denken. Helemaal goed, inderdaad. Het is namelijk vrij abstract wat Albert Einstein zegt, maar het komt wel daarop neer. Maar toch heb je toch wel echt je diploma nodig en je studie om aan kennis te komen, toch? Ja, je kunt verbeelding hebben, maar zonder je diploma sta je daar met je verbeelding. Nou, ik zal jullie vertellen zo hoe verbeelding een rode draad heeft gespeeld in mijn leven. Maar ik wil allereerst een oefening met jullie doen over wat verbeelding is. Het is een hele kleine oefening om jullie te laten ervaren hoe sterk de kracht van verbeelding is. Ook jij. Doe je ogen eens dicht, allemaal. Ja, ik ga niet alleen maar vertellen, ik ga ook iets met jullie doen. Allemaal, doe je ogen dicht. Plaats je rechterarm voor je. Beeld je in dat je in je rechterhand een dikke, halve, sappige citroen hebt. Voel er aan, knijp erin. Breng het naar je neus. En bedenk je dat je die frisse geur ruikt van die dikke, sappe, halve citroen. En verbeeld je hoe lekker dat ruikt. Nou, hou je ogen dicht, hè? Nou, open nu je mond en neem er een hap van. Kauw erop. Nou, waarschijnlijk merk je een sensatie in je lichaam die niet zo heel prettig is, hè? Als je je inbeeldt dat je een hap neemt van een dikke, halve, sappige citroen. Doe je ogen allemaal maar weer open. Er is helemaal geen citroen. Het plaatje dat je in je hoofd maakte, was een citroen. Een dikke, halve sappige citroen. Nou, de woorden creëerden de gedachte dat je een hap nam uit een citroen. Je at geen citroen. Je brein en je lichaam maakt het niet uit of wat je haar vertelt waar of onwaar is. Goed of slecht. Behulpzaam of onbehulpzaam. Je brein en lichaam
Reageren op de beelden die je maakt, de woorden die je uitspreekt en herhaalt aan jezelf en aan anderen. Nou, de kunst is om heel erg bewust en mindful om te gaan met de woorden en beelden die we aan onszelf en aan onze vrienden, onze omgeving, onze familie vertellen, uitspreken en herhalen. Plaatjes die we daardoor inbeelden, delen en herhalen, want ze zouden nog eens werkelijkheid kunnen worden. Nou, ik weet er alles van en ik wil dus bij mezelf beginnen. Mijn weg hier naartoe om hier in deze ochtend bij jullie te zijn en dit verhaal vertellen is namelijk een heel onwaarschijnlijk verhaal. En verbeeldingskracht en vrijheid, die spelen daarin al generaties een hele belangrijke en grote rol. Graag het volgende beeld. Ja, dat is hem, ja. Een van mijn grootvaders, hier in het noorden van Marokko, was een violist. El Mohendis noemde ze hem, de ingenieur. Een grote genie die vele rollen op zich nam. In de tijd dat de Rif in het noorden van Marokko gekoloniseerd werd door de Spanjaarden. Daar in de bergen waar zijn vader heen was gevlucht voor de Fransen, arrangeerde mijn grootvader, El Mohendis, melodieën vermengd met verzet en sprak uit naam van zij, de onderdrukte, in de Rif die geen stem hadden, als een leeuw, als een echte verdediger van de kudde. Het maakte El Mohendis geliefd bij velen, maar niet bij iedereen. En zijn lot was dan ook gelijk aan dat van velen die een hart bezitten dat ervoor kiest om de stemloze kudde te verdedigen. Mijn grootvader was in de tijd van de Marokkaanse verzetsheld Abdelkrim el-Ghatabi al meerdere malen tot krijgsgevangene gemaakt. El-Ghatabi was de leider van de Rifstammen in de bevrijdingsstrijd tegen de Spanjaarden en Fransen. Hij was het symbool van de vrijheidsbeweging in Marokko tegen koloniaal Spanje en de Fransen. Het symbool van die vrijheid, dat beeldde Abdelkrim el-Ghatabi uit. En voor die Spanjaarden en Fransen was hij een doorn in het oog, omdat hij ze rake klappen uitdeelde met zijn guerrilla-tactieken. Deze guerrilla-tactieken inspireerden veel later onder andere Che Guevara, Ho Chi Minh en Mao Zedong. Nou, El Mohendis, mijn grootvader, zat diep in dat verzet. En dat deed hij door zilveren munten te vervaardigen om wapens mee te financieren voor het verzet. Hij werd verraden. En de zilveren munten werden gevonden onder in de meelzakken op de boerderij. Hij werd opgejaagd door de kolonisten als een beest dat achterna wordt gezeten door zijn jagers. Veilige plekken bestonden niet meer. Vertrouwen was een luxe. En na een lange jacht vond de jager zijn prooi. Na 4 jaar politiek gevangenschap bracht executie El Mohendis een vergeten dood ergens in een anoniem graf in Tetouan. Hij liet zijn vrouw, Rahma, mijn oma, en zijn kinderen alleen achter. Een van zijn zonen was mijn vader. Het zou lang duren voordat het verzet in de Rif leidde tot het verjagen van de Spanjaarden. En er zouden nog vele ontberingen volgen. De tijd lijkt het te zijn vergeten, maar mijn DNA weet het nog. Als kind werd ik altijd ontzettend boos en verdrietig als ik Spaans hoorde. En dat bedoel ik niet Latino-Spaans, maar Spaans-Spaans. Ik werd echt ontzettend boos. En nu pas weet ik waarom, want niemand had me dat ooit verteld. De situatie in de Rif werd zo onleefbaar dat men eerst verhuisde naar andere Marokkaanse steden om een veilig heenkomen te zoeken. En toen in de jaren 60, 70, 80 Europa behoefte had aan gastarbeiders uit Noord-Afrika, grepen gezinnen deze kans met beide handen aan om een nieuw leven en een betere toekomst op te kunnen bouwen. Niemand had zich toen kunnen voorstellen dat een paar generaties later duizenden en nu inmiddels honderdduizenden Marokkanen naar Europa zouden migreren. Het rommelt nu nog steeds daar in de Rif. De mensen worden daar nog steeds onderdrukt. Het is nog steeds een militaire zone. En de Spaanse enclaves die er nu nog zijn, herinneren ons eraan dat tijd weinig beweegt. En bijna 50 jaar later groeit er in het noorden van Europa, onder andere in Nederland, een generatie nazaten van deze Noord-Afrikaanse immigranten op, die in beide culturen l'Berranien Vlhorba zijn, oftewel buitenstaanders in een vreemde.
En steeds vaker hoor ik Nederlandse Marokkanen praten over een plan B, een terugkeer naar Marokko, omdat de droom van hun ouders en grootouders misschien een desillusie zal zijn. Nou, mijn andere grootvader, Sherkawi, was een Algerijnse handelaar. Een grenzeloze zoeker van kennis die haat verafschuwde en doden ondenkbaar vond. In zijn interpretatie van de Koran en de islam stond het doden van één ziel gelijk aan het doden van de gehele mensheid. En toen de Fransen hem dwongen om te doden, vluchtte hij naar Marokko. Zijn voeten brachten Sherkawi van Algerije naar Noord-Marokko, waar hij zijn thuis vond. Maar hij stierf in Marokko aan een gebroken hart. 40 dagen nadat zijn vrouw, mijn oma, Fatima, overleed in de bloeiende leeftijd van 40. Zijn 13 kinderen zouden het moeilijk hebben om zich thuis te voelen. Eerst in Marokko en daarna in Europa. Mijn verlangen om mijn grootouders beter te kennen is als een eindeloze klif, gekarteld en gebroken. Hun kleindochter ben ik, een product van karma en toeval, en ik ben verdwaald. Een oud-Afrikaans gezegde zegt dat zolang de leeuw niet leert om zijn eigen verhaal te vertellen, alle verhalen de jager zullen ophemelen. Ik ben niet de enige die de geschiedenis van de leeuw interessanter vindt dan die van de jager. Die de jager niet heldhaftig vindt en niet begrijpt waarom de jager verslaafd is aan de jacht en zo narcistisch is dat hij geschiedenisboeken, films en romans vult met onvolledige en eenzijdige verhalen. Leeuwenkind, ontheemde kind, kind van vrijheidszoekers, met jullie vingerafdrukken als de valleien en bergen op het landschap van mijn ziel. Wat ik jullie nu verteld heb, is de geschiedenis van mijn grootouders. En wat je nu hier ziet, is de tuin van mijn opa, die er nog steeds is, gelukkig. Ik heb mijn opa nooit kunnen leren kennen, mijn oma, maar ik kan nog wel terug naar hun tuin, daar in het noorden. Door te weten wat zij hebben opgeofferd, ben ik gemaakt tot wie ik ben. Een kind van mensen die vochten voor vrijheid en een betere toekomst voor hun nazaten. En het heeft ook van mij een hele sterke vrouw gemaakt. En hoe ik zo'n sterke vrouw ben geworden, dat ga ik jullie nu vertellen. Nou, ik groeide dus op in een chaos die niet gevierd mocht worden. De kolonialisme en naoorlogse wederopbouw waren Nederland en mijn geboorteland Marokko allebei bezig met hun chaos op te ruimen en orde te scheppen. Mijn vader werkte na het helpen bevrijden van Noord-Marokko, waarbij zijn vader werd omgebracht, wat ik net vertelde, als gastarbeider in de techniek bij Philips in Nederland. Ik was net als mijn broers en zussen een lentekind, omdat hij meestal in de zomer op bezoek kwam. In de zomer op bezoek kwam en daardoor de kinderen in de lente geboren werden. Nou, en toen mijn moeder doorhad dat mijn vader er aan dacht om te hertrouwen en van plan was om ons daar achter te laten, liet ze ons tijdelijk achter bij familie om orde in de chaos van hun huwelijk, van hun tuin te scheppen en hem te wijzen op zijn verantwoordelijkheid. Met veel tegenzin schikte mijn vader zich en emigreerden wij in het kader van gezinshereniging in 1980 naar Amsterdam. Ik was 9 maanden oud. En deze tijdelijke samenscholing duurde tot ik 3 jaar was. Het was overleven. Maar mijn moeder, streetwise en de leeuwin die ze was, deed iets wat pas in 2004 bij wet mag in Marokko. Moet je je voorstellen, begin jaren 80. Haar verbeeldingskracht en haar wilskracht en de vooruitstrevendheid van de wetgeving van Nederland maakte dat mogelijk. Wij verlieten mijn vader 2 jaar na aankomst. En begin jaren 80 lukte het haar om dankzij de Nederlandse wetgeving te scheiden van mijn vader. En vanaf mijn 4e groeide ik op met mijn moeder en broers en zussen in Amsterdam-Osdorp. Mijn moeder, die voor ons orde schiep, was echt heel dapper. Ze leefde in isolement en deed het onmogelijke, want op papier was mijn moeder een wees, een dochter van een Algerijnse vluchteling, analfabeet, een kindbruidje en een alleenstaande moeder van 5 kinderen in een vreemd land. Een individualistisch land, dat onafhankelijkheid en ruimte innemen voor haar mogelijk maakte, terwijl zij de taal en de cultuur helemaal niet kende. Al haar keuzes maakte ze intuïtief
Ze koesterde haar nieuw gevonden orde en haar kleine ecosysteem. Nou, de buren hielpen met kleine gebaren. De verzekeringsagent hielp haar papieren in te vullen. De gemeente zorgde voor een veilige haven en bescheiden middelen om te kunnen bestaan. De school op loopafstand bood verankering. Kort na het intrekken in onze woning, waar we eindelijk tot rust konden komen en een goed leven konden opbouwen met de kleine middelen die we hadden, ontdekte ik iets magisch. Ik was 4 en ik mocht met een buurmeisje mee naar een balletles. Alles wat ik tot dan toe had ervaren, alle donkerte, verbleekte bij de lichtheid en schoonheid die ik in de balletstudio als 4-jarige voor het eerst ervoer. De beweging, de muziek en de schoonheid. Juf Henny de Jonge merkte op wat er met mij gebeurde en zei dat ik vaker naar haar lessen mocht komen. Mijn moeder gaf aan het niet te kunnen betalen, maar juf Henny zei, laat haar toch maar komen, want dat is goed voor haar gemoed en voor haar gestel. In de jaren die volgden koesterden we onze nieuw gevonden orde, vierden we de alledaagse chaos en wenden aan de omgeving. Mijn moeder ging op Nederlandse les en samen met mijn moeder leerde ik woordjes. Voorlezen kon mijn moeder niet, dus bestelde ze luistersprookjes bij Lecturama. Dat had je toen, dan kon je een boek kopen en met een cassettebandje. En dan speelde je het cassettebandje af en dan kon je met het boek meelezen en plaatjes kijken. Dus zo bedacht mijn moeder creatieve oplossingen voor het managen van haar chaos en van haar ongemak. Haar Nederlandse lerares, Mia ten Brink-Mulder, een vrijwilliger, kwam wel eens op bezoek. Aangezien mijn moeder bedlegerig was en mijn zus en ik waren dusdanig van de lerares gecharmeerd dat we haar besloten te adopteren. We misten namelijk nog een oma in ons leven. Ze was verrast door de vraag en ging het uiteraard overleggen met haar man Ed en hun 2 kinderen. Nou, kort daarna had ik een oma. Ze paste op, we logeerden daar regelmatig. Ze nam mij mee naar concerten en naar balletvoorstellingen. En met kleine en grote gebaren schiep ze orde en rust in de chaos van mijn moeders eenzame bestaan. En door cultuureducatie op school en een enthousiaste oma ging er een deur voor me open. Ik mocht op algemene muzikale vorming. En snel daarna toeterde ik hoorn, het meest vreemde instrument om in dit gezin mee aan te komen. Nou, snel kwam ik in een leerorkest van een harmonie terecht en opende de deuren zich bij de muziekschool Amsterdam. Ondertussen gingen mijn balletspitsen aan en danste ik heel fanatiek. In 1993 werden we Nederlanders en kreeg ik mijn eerste paspoort. Ik was 14 en niemand kon ooit meer chaos teweegbrengen in ons lang gekoesterde orde. Maar er was achter de voordeur best wel veel mis. Ballet en klassieke muziek hielpen mij sublimeren, de klappen opvangen van wat stuk was, wat mis was, de culturele chaos, de ontheemding, alles wat onverteld was en geen ruimte kreeg. En op de dag dat ik niet langer muziek mocht maken en te horen kreeg dat de regels aangescherpt zouden worden, omdat de ruimte innemen om te kiezen voor een carrière in de muziek voor mij niet weggelegd zou zijn als meisje, verliet ik het gezin. En dankzij een ondertoezichtstelling bracht ik vanaf mijn 15e zelf orde aan in mijn leven. In mijn tuin. Ik wilde radicaal leven voor muziek. Want muziek was namelijk mijn zuurstof geworden. In een wereld waarin ik me kwetsbaar, ontheemd en eenzaam voelde. En het bleek best wel een goede beslissing te zijn. Want op mijn 16e werd ik toegelaten op de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, het Utrechts Conservatorium, en ging ik klassieke muziek studeren. Ik bleek de eerste Marokkaanse en islamitische student. 4 jaar later besloot ik geheel tegen het advies in van mijn hoofdvakdocent in om compositie en zang op te pakken. En na een jaar volgde een lange periode van verdere ontwikkeling en studie in Londen, in Dublin, in New York, in Hollywood, in L.A., in Marokko, in Parijs. En allerlei plekken om mijn innerlijke chaos een geluid en vorm te geven. Door middel van poëzie, compositie, zang, een mix met mijn Maghrebijnse roots en indringende beelden. Dankzij mijn wijze muzikale mentoren kwam ik er al heel jong achter dat de wereld van je vraagt om dapper te zijn,
als er geen veilige haven is en er nog geen infrastructuur is voor je dwaze dromen. Omdat de wereld in een tijd van globalisering en de effecten daarvan inclusiviteit nog aan het uitvogelen is. Zeker als je een meisje bent. Mijn orde was de vrijheid ervaren om als individu te mogen zijn, zonder dogma, zonder religieuze of culturele verwachtingen. En door dit recht te claimen, heb ik mij artistiek mogen ontwikkelen en nieuwe paden mogen plaveien, zoals op mijn 25ste geheel onbewust als eerste islamitische vrouw in de geschiedenis een eigen platenlabel te beginnen. Omdat westerse labels mijn markt nog niet zagen en islamitische labels mij als vrouw niet wilden promoten. Of niet durfden te promoten. Want 9/11 zorgde er namelijk voor dat ik niet meer op mijn talent, maar ook op mijn achtergrond beoordeeld werd. Nou, fast forward, inmiddels staat mijn tuin steeds meer in bloei. En ben ik onontgonnen terrein in mijn tuin verder aan het omploegen. Dorre, droge aarde aan het wateren. Licht aan het schijnen op de plekken die niet genoeg zonneschijn krijgen. Zodat ik er samen met mijn vrienden en hun vrienden zaadjes kan planten. En er meer talent om mij heen kan gaan meebloeien. Maar ik betaal daar een prijs voor. En dat is een grote prijs. Die betaal ik al vanaf mijn 15e. Ik leef nog steeds anoniem. Maar nu wel in mijn Rotterdamse veilige haven. Het is helaas nooit goed gekomen met mij en mijn familie. Maar ik weet zeker dat liefde ook op afstand haar werk doet. En daarom heb ik er vrede mee. Radicaal leven voor kunst heeft daarom voor mij een hele diepe betekenis. Muziek en kunst hebben mij nooit teleurgesteld. En hebben altijd voor verbondenheid en vriendschap gezorgd. En waarom vertel ik dit allemaal? Zonder schuring, zonder chaos, treedt er geen verandering op, ontstaat er geen glans. Risico's zijn nodig om groter te kunnen dromen en denken. En zacht blijven en je innerlijke kompas volgen maakt dat je jezelf, je omgeving en de tijdsgeest leert begrijpen. Van dichtbij en van een afstand. Muziek maken, je uiten, kunst, leren je om boven je ongemak uit te stijgen en je binnenwereld een geluid te geven. Mijn ouders en hun generatiegenoten hebben op hun manier geluid gegeven aan hun verlangen naar meer ruimte en vrijheid. Tot voor zover hun visie, invloed, middelen en flexibiliteit reikte. En de kwaliteit van je leven wordt vergroot door je leefwereld en de empathie en gulheid van mensen. Die de tafel langer maken en die geloven dat een kleine bijdrage aan jouw ecosysteem, aan jouw tuin, door misschien alleen mee te kijken en te denken, te luisteren, een kleine contributie te leveren aan gelijke kansen, niet meer dan normaal is. Mijn balletjuf Henny was zo iemand. Mijn lieve oma Mia was zo iemand. En heel veel andere mensen deden dat ook. Zonder die impulsen, in mijn leven waren de deuren echt gesloten gebleven. En had ik hier niet gezeten op deze barkruk om jullie dit verhaal te vertellen. En dit is waarom ik dit verhaal, dat heel persoonlijk is, ook met jullie deel. Zonder diversiteit is er geen vruchtbare en gezonde omgeving om in bloei te mogen staan. Iedereen hier in deze ruimte is met zijn of haar unieke talenten en persoonlijkheid een heel belangrijk onderdeel en essentiële schakel in het succes van onze maatschappij. Verbeelding, diversiteit en vrijheid zijn nodig om samen hardop te durven dromen en een tijdsgeest te leren begrijpen die hyperlokaal is, maar ook globaal is. Offline is, online is. Die gaat over authenticiteit en kwaliteit, maar ook over artificial intelligence, infotech, biotech en nieuwe complexe uitdagingen in onze wereld. Verbeelding helpt ons zoeken naar nieuwe kruisbestuivingen, naar toekomstige oplossingen voor grootse vraagstukken, nu en voor de komende generaties. Nieuwsgierigheid draagt bij aan brede identiteitsontwikkeling. De verhalen die we elkaar vertellen, de beelden en iconen die we tonen en vieren en herhalen. De deuren die we openen voor kinderen en jongeren bepalen in hoeverre zij durven om op te gaan in de wereld. En daar maak ik me wel zorgen over. Met name
over de verhalen die we kinderen vertellen over de ruimte die de vrouw mag innemen. Want als we westerse schilders moeten geloven, lagen wij vrouwen gedurende de afgelopen eeuwen vooral zwijgend naakt op een bank. En als we islamitische schilders moeten geloven, bestonden we überhaupt niet. Kijk, als ik een kind zou hebben, een jongen of een meisje, dat maakt mij niet uit, dan zou ik het verhaal beginnen met Khadija. Een zakenvrouw van 40, die een man ontmoet die 15 jaar jonger is dan zij. Zij vraagt hem ten huwelijk en ze geeft hem een baan. Ze trouwen en ze blijven 25 jaar lang samen. En later wordt hij bekend als de profeet Mohammed. Ik zou het verhaal beginnen met 9000 vrouwen, de muhaddithat. De vrouwelijke islamitische geleerden die 1400 jaar lang tot aan de 16e eeuw vooraanstaande vrouwen waren die aan de hadith schreven en haar onderwezen. Ze reisden rond en overal waar ze kwamen werden ze gerespecteerd, zowel door mannen als door vrouwen. Maar deze vrouwen en hun invloed die zijn weggegumd. Je ziet en hoort daardoor minder dan de helft. En ik maak me dichter bij huis zorgen, want 20% van alle artiesten die we op de Nederlandse radio horen, zijn vrouw. 13% van de tentoongestelde werken in Nederlandse musea zijn door vrouwen gemaakt. Het aantal vrouwelijke artiesten op popfestivals in Nederland was het afgelopen jaar 18%. Op Nederlandse dancefestivals nog geen 10%. En slechts 3% van de headliners op festivals in Nederland is een vrouw. In de literaire kanon is slechts 16% van de werken van de hand van een vrouw. 32% van de schrijvers bij Nederlandse uitgeverijen is vrouw. Je hoort dus minder dan de helft. Je ziet minder dan het halve plaatje. Ik maak me op globaal niveau zorgen om beeldvorming in Hollywood. Gemiddeld komen er 800 verhalen per jaar uit. 96% van alle Hollywoodfilms worden gemaakt door mannen. Dat percentage is niet veranderd sinds 1946. Er wordt maar één verhaal verteld. En als dat het enige verhaal is, hoe wordt het dan ooit mogelijk om het verhaal van een moslimmeisje het verhaal te laten zijn van iedereen? Een verhaal waar iedereen zich moeiteloos in kan verplaatsen. Net zoals we decennia lang hebben kunnen kijken door de ogen van de bazen in Hollywood. Vrouwen worden systematisch onderschat. 73% van vrouwen werkt parttime. Slechts de helft van alle vrouwen kan zich financieel onafhankelijk noemen. 650.000 vrouwen zijn veelal financieel afhankelijk van hun partner en hebben geen vangnet als de man wegvalt. Van de totale hoeveelheid betaald werk, verricht door 20 tot 64-jarigen, wordt 64% uitgevoerd door mannen en 36% door vrouwen. Een man verdient gemiddeld 16% meer per uur dan een vrouw voor hetzelfde werk. En wat denk je? Denk je dat dit geldt voor Marokko, voor Turkije, voor Polen, voor China? Het geldt voor Nederland in 2019. Je ziet dus minder dan de helft. Je hoort en leest minder dan de helft. Je ziet minder dan het halve plaatje. En er valt dus een wereld te winnen. Mijn generatie en de generatie na mij zijn zich verder aan het ontwikkelen. En dat zijn jullie. Jullie zijn een eigen verhaal aan het vormgeven. En ondertussen lijkt het alsof politici en conservatieve leiders overal ter wereld, oost en west, zoekende zijn, zich ontheemd voelen en daarom teruggrijpen naar identiteitspolitiek, waarmee ze sterke grenzen en hele hoge muren willen bouwen, de klok terug willen draaien. Een tuin heeft orde en beschutting nodig, maar niet te hoog, anders schaadt dat het ecosysteem van de tuin. In een tuin heeft het ecosysteem elkaar nodig, zonder biodiversiteit sterft de tuin af. Kortom, net als ik zijn jullie ongeacht waar je vandaan komt, kinderen van mensen die hardop of in stilte voor vrijheid en een betere toekomst hebben gevochten.
En vooral voor hun nazaten. Hun strijd heeft van jou een sterke meisje en een sterke jongen gemaakt. Vraag jezelf, elkaar, je docent, je ouders, je grootouders, je oom of tante. Vraag ze eens wat zij hebben opgeofferd voor vrijheid. En sta erbij stil met elkaar. En ook met jezelf. Praat erover. Het zal je rustig maken van binnen. Het zal je met andere ogen naar elkaar leren kijken. Je zult zien hoeveel helden je eigenlijk om je heen hebt. Laat je dus niet gek maken of bang maken door wat je in de media hoort of door wat politici zeggen. Niemand kan namelijk je dromen of je vrijheid van je afpakken. Je kan troubles tegenkomen, maar you got this. Je inzet op school, hier op je college, je hobby's, je studie. Nu en straks. En je doorzettingsvermogen, dat zal je gelijk bewijzen. Zoals het dat ook bij mij heeft gedaan. En meisjes, hè, jonge vrouwen hier in de zaal, wetende wat je nu weet, neem je ruimte in. Je verhaal en talent is zo nodig en zo welkom. En jongens en meisjes, wees vooral lief voor jezelf. En wees lief voor elkaar. En support elkaar. Dankjewel.